speeldagen, zoveel weken en dan nog zoveel weken ervoor. Ondertussen en daarna, altijd inderdaad, ze zijn rekening genomen. Ik was straks, ik denk, alleen degene die in de kleedkamer zat, een hele mooie afsluiting gekregen voor mij persoonlijk. Dus ik zal me daar heel graag voor bedenken. Dus, ik denk dat dat inderdaad een zeer mooie 2 jaar geweest zijn. Anderzijds, ik ben hier 7 jaar in totaal. 5 jaar bij de eerste ploeg. Er zijn hier een aantal mensen die mij vandaag gezegd hebben de gouden jaren. Dat is ook zo geweest, denk ik. Tweede, derde, vierde eindronde, kampioen. En dan het behoud in de derde klasse. Dus ik denk dat dat heel mooi is. Persoonlijk kijk ik daar met heel, heel veel voldoening op terug. Ik vind het echt een schitterende groep. Ik heb altijd gezegd, het gaat mijn laatste groep zijn van het eerste jaar dat ik hier was. Omdat ik denk dat het een vrij unieke sfeer is. Ja, ik zou iedereen willen bedanken. Ook onze medische staf, hè? Niet vergeten, want die is daar ook altijd bij betrokken. Iedereen die er rond verbonden is, dat is ook allemaal belangrijk. Het is niet alleen spelers en trainers. Het is een hele ploeg die samenwerkt. Er nemen een aantal mensen afscheid. Er zijn spelers die blijven. Ik denk dat er een heel mooie basis gelegd is. Persoonlijk heb ik een aantal zeer mooie vriendschappen aan overgehouden. Dus, ik denk dat dat het moment is om te besluiten. En, ik zou zeggen, dat is een bankdirecteur, ja, dat wordt wel aangelegd, maar deze is toch wel, denk ik, iets. Ik wil me daar gewoon bij aansluiten en ik voel ook dat hij een klein beetje, ik heb hem nu een klein beetje voor de leeuwen gegooid in die zin, dat hem voor niks voorbereid was. Ik bereid alleen mijn voetbalzaken voor de rest wat ik er rondom vertel, doe ik ook nooit in. Ik voel dat het bij hem ook recht uit zijn hart komt en dat hem alles meer wat aan hem zegt. En ik denk dat we daar gewoon mee kunnen afsluiten. Dat we niet te veel filantijntjes moeten maken om breed of wat. Dat we vandaag gewoon genieten van de 2 jaar. En voor sommige 1 jaar wat er gebeurd is. En de rest is de voetbalwereld een heel klein wereldje. En komen we elkaar nog tot